sono presente e sostengo, alleluia. Sono più blessed, my coming in my going, in the field, in the city, alleluia, alleluia. Amen, 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 amen. Dan prijs je hier. Amen. Ik ben dankbaar voor onze jongeren die de waarheid van Gods woord leren. Amen. En aan ons leren. Prijs je Heer. Amen, amen, amen. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. Amen. David was een jonge man toen hij de reus doodmaakte. Onze crash mag be excused. Our nursery can be excused. David was just a teenage boy when he killed Goliath. And many times Samuel was a young man. Just a boy when he went to Eli's house of the Lord. Amen. There is no age limitation. Hallelujah. On who God can use. And I'm thankful that from our elderly to our younger, God is using us. You know, a survey was done of people's greatest fears. Er werd een enquête gedaan over de grootste angsten van mensen. The greatest fear of humanity. De grootste angst van de mensheid. Greater than death. Death was number two. Dood stond op nummer 2, maar groter dan de dood stond. Was public speaking. Was in het openbaar spreken. Well, just think about if you had to get up here right now. Denk maar even na, als u nu op dit moment hier moest komen staan. Most of us would be like this. Inside, y'all, amen. Van binnen en van buiten zijn we zo. But that spirit just got up here to deliver the word of the Lord. Oh, praise the Lord. We had a great time yesterday in Den Haag. Gisteren hadden we een geweldige tijd in Den Haag. Amen. What a wonderful thing God is doing in Den Haag. We bedanken God voor de geweldige dingen die Hij daar doet. Brother Bayona told us he is. We were there at his very first service. We waren daar bij zijn eerste dienst van Broeder Bayona's gemeente. Where he had 7 people. Waar hij 7 mensen had toen met hem. Now we were there last night and he has 22 people. Yes. En vorige week gisteren waren daar nu zijn 22 mensen die komen. We pray for Brother Bayona every Saturday night here. Iedere zaterdagavond bidden we voor Broeder Bayona. And God is answering our prayers. En God beantwoordt ons gebeden. I appreciate. Faithfulness of our church going and ministering to them and helping them. En ik waardeer de getrouwheid van onze gemeente die zijn gegaan om hen te helpen te bedienen. Praise the Lord. Let's turn to Matthew 26:45. Laten we naar Matthäus 26:45. Thank you for giving to the reclame worden. Dankjewel dat je wilt meenemen aan de kosten voor de reclame worden. Brother Kai came to our church. Brother Kai kwam naar onze gemeente. Don't you love Brother Kai? Houdt u niet van Brother Kai? And he came because of a reclame board. Hij kwam vanwege een reclame board. So they do work, amen. Dus ze werken wel. And I'm thankful. I'm hoping we can get 10 more Brother Kais, amen. Ik ben dankbaar dat we 10 keer van Brother Kais kunnen krijgen. So no wonder Brother Kais said, I'm going to give 5. Geen wonder dat hij zei, ik zal er 5 geven. Well, today on our calendar, Brother Van Gorp was supposed to be here. En vandaag zou Broeder Van Gorp komen prediken. Last night, Brother Velasquez was supposed to preach. En gisteren moest Broeder Velasquez komen prediken. And Brother Velasquez missed his flight. Maar hij had zijn vlucht gemist. So Brother Bayona called me and said, hey, could you fill in for Brother Velasquez? Dus Broeder Bayona belde mij en vroeg mij, oh, kan jij invallen? Oh, okay, I guess. Nou, oké, het moet dan maar. Yeah, I wasn't planning on working this weekend. Was niet van plan te gaan werken dit weekend. And then Brother Van Gorp, he couldn't make it. En toen kon Broeder Van Gorp niet komen. So this weekend I'm the fill-in. Dus dit weekend ben ik de vervanger. I've been Brother Velasquez yesterday and I'm Brother Van Gorp today. Gisteren ben ik Broeder Velasquez vervanger geweest en vandaag Can't wait to get back to being Brother Tuttle. Ik kan niet wachten totdat ik weer Broeder Tuttle kan. Matthew 26:45, and I'm going to be more of a lesson maybe today, just talk to you about a subject that is relative to all of us. Ik zal spreken over een onderwerp wat meer als een les zal overkomen, maar het betreft een onderwerp dat voor ons allen geldt. Then cometh he, verse 45, then cometh he to his disciples and saith unto them, sleep on now and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. Behold, he is at hand. He is at hand that doth betray me. And while he yet spake, lo, Judas, one of the 12, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people. Now he that betrayed him gave them a sign, saying, whoever I shall kiss, that same is he. Hold him fast. And forthwith he came to Jesus and said, O Master, he kissed him. Jesus said unto him,
free. Wherefore art thou kept? And came they, laid hands on Jesus, and took him. You can read it now. Vers 45. Toen kwam hij bij de discipelen en zeide tot hen, slaap nu maar en rust. Zie, de uur is nabij gekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Staat op, laten wij gaan. Zie, die mij overlevert is nabij. En terwijl hij nog sprak, zie daar was Judas, een van de twaalfen, en met hem een groot schaar met zwaarden en stokken, gezonden vanwege de overpriesters en oudsters des volks. En die hem overleverde, had hem een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, die is het grijpen. En terstond trad hij op Jezus toe en zeide, wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen traden zij toe, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Amen. Jesus looks at Judas, his betrayer. Jesus kijkt Judas aan, de verrader. And he calls him friend. En hij noemt hem vriend. I want to talk to you about friends. Ik wil spreken over vrienden. Friendships. Vriendschap. Amen today. Amen. Let's pray. Lord, we thank you for your word. As we look at your word today, we're thankful that you've directed us. Thank you, Lord, for this Palm Sunday where we've come and we've sang Hosanna as we look forward to, Lord, celebrating your death, burial, and resurrection in this coming week. Lord, I pray that you would be with us today as we examine our relationships, dear God, looking at our friendships, how we, Lord, can be better friends. Hallelujah, can find you to be the unfaithful, the faithful, never unfaithful, ever true friend to the sinner, Lord. I thank you, Lord, in your name, in Jesus' name, amen, amen. You can be seated. Praise the Lord. On our way yesterday to Den Haag, onderweg naar Den Haag gisteren, Sister Sandra was riding with Brother Helio and myself. Toen reed Sister Sandra met Brother Helio en ik mee. And Sister Sandra does not talk very much. En Sister Sandra praat niet zo veel. That's just a joke. Dat is een grapje. But she was talking to me about her friends. Maar zij sprak tegen mij over haar vrienden. Facebook. Facebook. And she said, you know, I have some friends on Facebook. En ze zei, nou, ik heb wat vrienden op Facebook. But when they don't respond to me, maar als zij niet op mijn berichtjes reageren, I think they're probably not my friends anymore. Dan denk ik, oh, ze zijn waarschijnlijk mijn vrienden niet meer. So I unfriend them. Dus dan verwijder ik ze uit mijn vriendschap. She said, because friendship is a two-way street. Want vriendschap is een tweewegse. So this morning I went to Sister Sandra's Facebook page and said, hi, I'm your friend. Dus vanochtend ging ik naar de Facebook page van Sister Sandra en ik schreef, hallo, ik ben jouw vriend. I want to make sure I don't get unfriended because I need a great media lady. Okay. Uit haar vriendschapslijst heb ik gehaald, want ik heb haar nodig voor de media. So if you are connected to Sister Sandra on Facebook, dus als u verbonden bent met Sister Sandra op Facebook, please go to her site today and say, I love you, Sister Sandra, or you might not be her friend tomorrow. Vandaag en schrijf ik hou van je zuster Sandra of misschien ben je haar vriendje meer morgen. I want to look a little bit today at friendship. Ik wil vandaag wat dieper kijken. I was thinking about that yesterday evening. Toen ik daar gisteren aan dacht. A friend is someone who walks in when others walk out. Een vriend is iemand die binnenloopt wanneer anderen weglopen. Lee Iacocca wrote, my father said at the end of your life. En Lee Iacocca die schreef, mijn vader zei aan het einde van zijn leven. If you have five true friends. Als je vijf ware vrienden hebt. You've had a great life. Heb je een geweldig leven gehad. Amen. There are many that died with much less than five. Er zijn vele gestorven die met minder dan vijf ware vrienden hadden. What would we do with a life without good friends? Wat zouden we doen met een leven zonder goede vrienden? It is the true friend that laughs at our stories that are not funny. Het is de ware vriend die lacht om onze verhalen terwijl ze niet eens grappig zijn. Amen. My wife is a real friend of mine. Mijn vrouw is echt een ware vriendin van mij. She can laugh so hard. Zij kan zo hard lachen. And I'm you're laughing a little too hard. It wasn't that funny. En dan denk ik, nou, je lacht net iets te hard. Het was niet zo grappig. But she's my friend. Maar zij is mijn vriend. And they feel sorry for you. En ze hebben medelijden met je. Even when the situation really isn't that bad. Zelfs als de situatie niet eens zo erg is. It is a friend. Het is een vriend. And it is seven quick points of friendship that we're going to look at very quickly and then conclude. But Proverbs 17:9 says, we gaan kijken naar 7 punten over vriendschappen, maar in Spreuken 17, vers 9. He that covereth a transgression seeketh love, but he that repeateth a matter separate very friends. Wie een overtreding bedekt, jaagt de liefde na, maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden. A quality of a good friend. De kwaliteit van een goede vriend. Is that they know how to keep a secret.
is dat ze weten hoe ze een geheim kunnen bewaren. This is, they don't say, hey, this is just between you and me, Sister Abby. Ze zeggen niet, hey, dit is alleen tussen jou en ik, Sister Abby. And while you're talking, they got their Twitter out and they're already tweeting to the world. En terwijl jij aan het praten hebt, hebben ze al een Twitter aanstaan en zijn ze aan het verkondigen aan iedereen en alles. www.whatabbyisdoingrightnow.com. True friends, they can keep confidence. Ware vrienden kunnen je vertrouwen. Proverbs 27:17, the second point, iron sharpeneth iron, so man sharpeneth the countenance of his friends. Spreuken 27:17, zoals een man ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de andere. A true friend makes you better. Een ware vriend maakt je beter. If your relationships are tearing you down or taking you away. Als je relaties je denigreren of je weghalen. A true friend would never invite you to something that, come on, if there's Sunday church, we don't, they ain't your friend, amen? Ja, een ware vriend zou je niet uitnodigen voor iets anders, terwijl je eigenlijk naar de dienst zou moeten gaan. You might think you can pick anyone as you like as a friend, and you can. En misschien denk je, ik kan iedereen uitkiezen als een vriend, en dat kan. But you are blessed or cursed by the choices you make. Maar je bent gezegend of vervloekt door de keuzes die jij maakt. The choices you make. De keuzes die u maakt. I've said it, my father said it, probably you've heard it, I don't know where he got it. Ik heb het gezegd, mijn vader heeft ook gezegd, ik weet niet. Show me your friends. Maar toon mij uw vrienden. And I will show you your future. En dan zal ik uw toekomst zien. Who you associate yourself with is who and what you will become. Met wie jij omgaat is hetgene wat jij zal worden. Amen. But a good friend. Maar een goede vriend. A true friend. Een ware vriend. Makes you a better person. Maakt van jou een beter persoon. Makes you a stronger Christian. Maakt jou een sterkere Christen. Encourages your faith. Bemoedigt jouw geloof. Brings you closer to Jesus Christ. En brengt jou dichter bij Jezus Christus. Amen. Thirdly, Proverbs 27:6 says, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Spreuken 27:6. Oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand. A true friend will hurt you to help you. Een ware vriend zal je pijn doen juist om je te helpen. They will tell you things you don't want to hear. Ze zullen je dingen vertellen die je niet wilt horen. But you need to hear. Maar je moet ze wel horen. The friend or the person you're in relationship with always telling you good, they're deceitful. Als een vriend, als je vriendschap hebt met iemand die alleen maar goede dingen vertelt, dan is er iets misleidend. Be honest with yourself and say, I know I got some problems. Wees eerlijk met jezelf en zeg, ja, ik weet, ik heb een probleem. Look at your neighbor and say, you got some problems. Kijk je buurman of buurvrouw aan. That's a good friend right there telling you that. Dat is een goede vriend die je dat vertelt. A true friend is going to help you what those problems are, and he's going to help you overcome them. Een goede vriend zal je vertellen wat voor problemen dat zijn en hoe je ze moet overwinnen. Come on, the last thing you need is somebody that agrees with you on everything that you decision you make. En het laatste wat je nodig hebt is iemand die maar telkens mee eens is met iedere beslissing die je maakt. Should I date that girl? Zal ik met dat meisje gaan? She's awesome. Oh, yes. Should I go out with that guy? Yeah, you should. Zal ik met die jongen uitgaan? Ja, doe maar. And then you rediscover they're an idiot. En dan ontdek je, nou, ze zijn idioten. And you break up. En dan maak je het uit. And your friend says, yeah, I knew the whole time you shouldn't have been with them. En dan zegt je vriend van, nou, ik wist al de hele tijd, je had niet met die persoon moeten uitgaan. They weren't really your friend. Dan waren ze niet echt. Or they would have told you from the get-go. Anders hadden ze je vanaf het begin al verteld. Amen. Proverbs 27:14 says, he that blesseth his friend with a loud voice rises early in the morning. It shall be counted a curse to him. I like this one. Wie zijn naaste in de vroege morgen luidruchtige wijze groet, het wordt hem als een vloek aangerekend. Friends use wisdom in timing. Vrienden gebruiken wijsheid in de juiste tijd. A right word at the wrong time is not a blessing. Het juiste woord op de verkeerde tijd is geen zegen. They know when to speak. Ze weten wanneer ze moeten spreken. Proverbs 25:17. Withdraw thy foot. I love this one. Withdraw thy foot from thy neighbor's house, lest he be weary of thee and so hate thee. Spreuken 25:17. Zet uw voet niet te dikwijls in het huis van uw naaste, omdat hij niet genoeg van u krijgen en u haten. I like it a lot. Daar hou ik heel veel van. Friends know when to come. Vrienden weten wanneer ze moeten komen. And they know when to leave. En ze weten wanneer ze moeten vertrekken. Don't overstay your welcome. Neem niet aan dat je maar altijd welkom bent. I'm glad you're here, best friend. Ik ben blij dat je bent, beste vriend. I'm glad you're leaving, best friend. Ik ben blij dat je weer vertrekt, beste vriend. Come on, somebody, amen. Know when to leave. Weet wanneer.
die. Proverbs 17:17, the sixth point, a friend loves at all times. Spreuken 17:17, zesde punt, een vriend heeft in alle tijden lief. And a brother is born for adversity. Maar een broeder wordt voor de nood geboren. A true friend is not fair weather. Een ware vriend is niet fickle. Is niet twijfelachtig. They are there always. Maar ze zijn er altijd. The good, the bad, the rich, the poor, they're your friend. De goede, de slechte, de rijke, de armen, ze zijn je vriend. I love the final 1:18:24. A man that had friends must show himself friendly. In Spreuken 18:24 zegt veel makkers strekken een mens tot onvriend. And there is a friend that sticketh closer than a brother. Maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder. Amen. Here's the principle. If you want to be have friends, someone said, I don't have any friends. En hier is het principe als iemand als vriend wil hebben, maar die zegt van ik wil geen vriend met jou zijn. No, there's someone said, I don't have any friends. Er is iemand die zei ik heb geen vrienden voor hem. Probably because you're not very friendly. Misschien is het omdat je niet zo vriendelijk bent. A wise man once said. Een wijze man zei ooit. You can make more friends in 2 months. Je kunt meer vrienden maken in 2 maanden. If you will show interest in them. Als je interesse in hen toont. Than you can in 2 years of trying to get people to show interest in you. Dan wanneer je probeert vrienden te maken in 2 jaren en dat mensen interesse in jou. Is your conversation about you or is it about them? Gaat het gesprek over jou of over hen? You want to be a friend, show interest in me. Als jij een vriend wil zijn voor iemand, toon dan interesse voor hen. Wil jij mijn vriend zijn? You should probably start liking Texas. Ja, dan moet je meer van Texas gaan houden. Zig Ziglar, he's a Christian motivational speaker, said if you are going to looking for a friend. En een motivationele spreker die zei als je op zoek bent naar een vriend. You're not going to find very many friends. Dan ga je er niet veel van vinden. But if you look to be a friend. Maar als jij op zoek bent over hoe je een vriend kunt vinden. Friends everywhere. Dan zul je vrienden overal vinden. The only way to have friend is to be a friend. De enige manier om vrienden te hebben is om een vriend te zijn. Friendly. En je moet vriendelijk zijn. There is no one here today that would say I have too many friends. Er is niemand hier vandaag die zegt kan zeggen ik heb te veel vrienden. You know what? I'm full up on the friends. Ja, I don't need any more true friends. Vol met al mijn vrienden. Ik heb genoeg aan ware vrienden. So who do you call a friend? Dus wie noem jij dan een vriend? People who stick with you. They meet this criteria. Mensen die bij je blijven. Dat they are there for you, the good and the bad. Ze zijn er voor je tijdens het goede en het slechte. I remember when Vera, our daughter, died. Ik kan me herinneren toen Vera, onze dochter, we were just going to have a little ceremony just so she could go to church once. Ze wilden gewoon een kleine ceremonie houden zodat ze voor één keer naar de gemeente mocht. It was during the day. Het was tijdens de dag. Not during the church time. It was just going to be for our family. Het was gewoon bestemd voor onze familie. And then we got there. En we kwamen eraan. And there were hundreds of people. En er waren honderden mensen daar. My uncle had driven for 20 hours. Mijn oom had 20 uur gereden. People had, friends of mine had gotten airplanes and flown. Vrienden van mij hebben een vliegtuig gekocht en zijn overgevlogen. It took many hours to shake everybody's hand and give them a hug. Het duurde vele uren om iedereen's hand te schudden en een knuffel te geven. And I can say that I never had too many friends. En ik kan je vertellen dat ik nooit te veel vrienden heb. It is in times like that you realize the strength that friendship brings to you in its own. En in zulke tijden besef je de sterkte van vriendschap. We as Christians, you say, I've heard this. What are you talking about? We need to be friends. Amen. We need friendships within the church and to love our world around us. En wij hebben vriendschap nodig in onze gemeente en ook om de wereld om ons heen lief te kunnen hebben. Don't you wish? Wens je nooit? That everyone that said, I'm your friend. Dat als iedereen zei, ik ben jouw vriend. But really, don't you wish they were really your friend? Wens je dan ooit dat ze ook echt waarlijk je vriend zijn? But life is like this. Maar het leven is dit. People and friends let you down. Mensen right. En vrienden stellen je teleur. They disappoint you. Ze stellen je teleur. We've all no doubt had the person we thought was someone that would never forsake us, En we hebben zeker wel eens een keer gehad dat we van een vriend dachten dat hij ons nooit zou verlaten. I never thought they would double cross me, but they double crossed me. Of dat ze me hadden verraden, maar ze hebben het wel gedaan. But they left me and they hurt me very deeply. Ze hebben me verlaten en ze hebben me zeer veel pijn aangedaan. A person that is a stranger cannot hurt me easily. Een persoon die een vreemde voor mij is, kan mij niet zo makkelijk pijn doen. Their words are not that painful. Hun woorden zijn niet zo kwetsend. I mean, you know, this happens quite often to me. I don't know why. En dit gebeurt best wel vaak en ik weet niet waarom. I'm driving my car down the road. Dan rij ik op de weg.
And this car comes by me. En dan rijdt er een auto langs mij. And they give me the Hawaiian peace sign. En ze geven mij de vredesteken in het Hawaiiaans. That's the middle finger. De middelfinger dus. And they are just cussing me out. En ze vloeken me maar uit. And I'm like, oh well, there you got another crazy person. En dan denk ik, oh, daar gaat weer een gek. That's not too bad. I was at the stoplight here in Dordrecht before the bounce a couple years ago. Een paar jaar geleden was ik met Boer Bounce hier voor een stoplicht in Dordrecht. And this Dutch guy got out of his car. En deze Nederlandse man stond uit zijn auto. My Toyota Prius, man, you can't do much in a Toyota Prius, you know. En ik ga naar mijn Toyota Prius en kan iets veel verkeerd. We stop at the red light, but he gets out. We stoppen bij het stoplicht en die man stapt uit. And he is hitting my car. En hij slaat zijn auto. You know, I was like, oh man, that's frustrating, you know. En dat is best frustrerend, toch? That's really kind of him. And I was like, what's he doing? I said, wat is met hem? En ik, ja, ik weet niet wat er aan de hand is. But you know what? It didn't ruin my day. Ja, het heeft niet mijn dag verpest. I didn't know him. Ik kende die man niet. I didn't know his name. Ik kende zijn naam. I know nothing about this man. Ik weet helemaal niets over deze man. And so it is. It's someone that I do not know. They can say all kinds of things, but it don't really matter. I don't know them. En dus iemand die ik niet ken, kunnen zoveel dingen over me zeggen. But Psalms 55 says, for it was not an enemy that reproached me, that I could have borne it. Neither was it he that hated me that did magnify himself against me, then I would have hid myself from him. But it was thou, a man my equal, my guide and my acquaintance. You hurt me because I know you. En Psalm 55 zegt: het is geen vijand die mij smaakt, dat zou ik dragen. Het is niet mijn haten die zich over mij verheft, voor hem zou ik mij verbergen. Amen. Maar gij. Maar gij, zei het een mens. Mijn gelijke, mijn vriend en vertrouwen. Amen. The person you trust can hurt you the most. De persoon die jij vertrouwt kan jou het meeste pijn aandoen. And each and every one of us has been hurt by somebody we trusted. En ieder van ons is wel eens gekwetst geraakt door iemand die wij vertrouwen. The betrayal of Julius Caesar by a group of senators. He was betrayed by them. De bekende verrading van Julius Caesar. Hij was verraden door zijn groep van vrienden. But he could stand, and he was standing strong in that time of betrayal. Maar in die tijd van verraden stond hij sterk. But then his closest confidant. Maar zijn naaste vertrouweling. Amen. It was a man named Marcus Brutus. Was een naam, een mens genaamd Marcus Brutus. His very best friend. Zijn beste vriend. Came with a knife. Kwam met een mes. And he looked at, and Julius Caesar looked at him. En Julius Caesar keek hem aan. He says, Brutus. En hij zei, Brutus. Even you are betraying me. Zelfs jij verraadt mij ook. And he gave up. En hij gaf op. He gave up. Hij gaf op. He quit. Hij hield There's something about being betrayed by those closest to us that leave us feeling like giving up. De verrading van je naaste vrienden geeft ons het gevoel dat we willen opgeven. That feeling that after they have stabbed me in the back, stolen and lied, you know what? If they can't love me, I'm just going to quit altogether. Het gevoel dat je in de rug hebt gestoken, hebben gelogen en verraden, dan wordt het te veel en ik geef het op. A crushing of the spirit, whether it's your spouse. Whether it's your best friend. Het is een verbrijzeling van je geest of het nou uw echtgenoot is of uw beste vriend. A crushing of your spirit that I have been betrayed. Een verbrijzeling van je geest dat zeg maar ik ben verraden. And yet your betrayal and the betrayal of Caesar. Maar zelfs uw verrading en de verrading van Julius Caesar. Is nothing compared to that of Jesus and Judas. Is niets te vergelijken met dat van Jezus en Judas. For Judas was handpicked by the master. Want Judas werd uitgekozen. He was part of the elitist group in the history of humanity. Hij maakte deel uit de elite groep in de hele geschiedenis van de mensheid. He was part of the 12 apostles. Hij was deel van de 12 apostelen. He belonged. Hij behoorde. In order to belong, to betray, you must belong. En om te kunnen verraden, moet je ergens toe behoren. Amen. He was the man. Hij was de man. He was part of the. He was the only Judean that was part of these 12. Hij was de enige Judeezer die deel uitmaakte van deze 12. Amen. And he had the highest position you can have in the world. En hij had de hoogste positie die je kon hebben. He was an apostle of Jesus Christ. Hij was een apostel van Jezus Christus. 12 foundations, Revelation says that heavens will have. En 12 openbaren zegt 12 fundamenta and the stones and there, you know what will be on each one of these? 12 stenen zullen zijn en weet je op wat er op zal staan op deze stenen? The names of the 12 apostles, John says in Revelation. De naam van de 12 apostelen zegt de Johannes. He had a title.
in the earth. Hij had een titel op aarde. He had a title for history. En had een titel voor de geschiedenis. And he had a title for eternity. En had een titel voor de eeuwigheid. But I come to tell you, a title will never appease a proud man. Maar ik zou je vertellen dat een titel nooit een trotse man zal make him content. Hem tevreden houden. No matter his position, he was so full of pride. Ongeacht zijn positie was hij zo vol van trots. He was the Bible tells us that he was the secretary treasurer of the disciples of Jesus Christ. De Bijbel zegt dat hij de secretaraat van schatten was van de discipelen in Jezus. The facturen were sent to Judas. Judas ontving alle facturen. Any donations. Judas kept the donations. Alle donaties die werden gegeven, dat werd Judas had the NBN or the ING pinpas for Jesus. Judas had de pinpas voor Jezus. And he was what happened was he became greedy. En wat er gebeurde is dat hij gretig werd. He became so greedy. Hij werd zo gretig. That at one point, dat op een punt, a lady came to Jesus. Dat er een dame tot Jezus kwam. She worshipped him. Ze aanbad hem. She gave him her entire year's salary. Ze gaf hem haar jaarlijkse salaris. And Judas. En Judas. Said that is a waste of money. Dat is een verspilling. That they are giving too much to Jesus. Ze geven te veel aan Jezus. It had nothing to do with how much she was giving to Jesus. Het had niets te maken met hoeveelheid deze vrouw had. It had to do with the fact they were giving it to him. Maar het had te maken met het feit dat ze niets aan hem gaven. A greedy friend, a greedy person is not somebody you want to be in relationship with. Je wilt niet een relatie aangaan met een gierige persoon. For as long as everything is going well in the kingdom of God. Want zolang alles goed loopt in het koninkrijk van God. They're your friend. Dan zijn ze je vrienden. I'm going to be number two. Ik ben nummer twee. I'm going to sit on a throne. Ik zit dan op de troon. We're going to overtake the Roman Empire. We gaan het Romeinse rijk overtaken. We'll establish the kingdom of Jesus. En dan gaan we het koninkrijk van Jezus. He will be the king and I will be the treasurer. Ik zal de secretariaat zijn over het hele land. But then Jesus started talking about dying. Maar toen begon Jezus te spreken over dood. He starts talking about his kingdom is not of this earth. Hij spreekt dat zijn koninkrijk niet van deze aarde. Jesus said, no, I don't want to be a part of that. En Judas zegt, nee, daar wil ik geen deel uitmaken. I don't want to have anything to do with that. Daar wil ik niets mee te maken. And so they're sitting around the dinner table. Ze zitten rond de eettafel. And Judas has already made a deal. En Judas heeft al een afspraak gemaakt. Some of you here today have already made the deal. Sommige van jullie hier vandaag hebben al de deal gemaakt. You're still around the dinner table. Je bent wel nog steeds rond de eettafel. But the deal has already been made. Maar de deal is al gemaakt. He had stooped so low. Hij was zo laag gezonken. So full of pride, the Bible says that Satan himself entered into Judas. Hij was zo vol met trots dat de Bijbel zegt dat Satan zelf in hem kwam. He was so spiritually degraded that he did not even conceive the fact he was being used by Satan. Hij was zo geestelijk neergedaald dat hij niet eens besefte dat hij gebruikt werd door Satan. He was still associated with Christ. Hij werd nog steeds geassocieerd met Christus. But he was a tool of the enemy. Maar hij werd een middel voor de vijand. Just because you have association with Christ. Alleen omdat je een associatie hebt met Christus. Does not defend you from demonic influence. Beschermt jou niet tegen demonische invloeden. I said just because you know where the church house is. Alleen omdat je weet waar de gemeente staat. Just because you know how to sing rejoice in the Lord. Oh, it does not mean that you will not betray Jesus Christ. Of alleen omdat je weet hoe je een bepaald liedje moet zingen. Dat betekent niet dat je Jezus niet zal verraden. No, but how do you know the Judas? Maar hoe herken je de Judas? You would not know it by his actions because he kissed Jesus. Je zou hem niet herkennen door zijn handelingen, want hij kuste Jezus. He was part of the 12. Hij was deel van de 12. How do you know? Hoe weet je het? Well, here's a question. Maar hier is een vraag. When the disciples are eating. Toen de discipelen aan het eten waren. Where's Judas? Waar is Judas? He used to be all the time with us. Hij was er altijd. It seems like every time we came together, Judas was at the dinner table. Iedere keer wanneer we samen kwamen, was Judas al aan tafel. Where's Judas at? Jesus, waar is Judas? But the Judas is among us. Maar de Judas zijn die ons. They know how to show up long enough to keep up the appearance. Ze weten hoe ze moeten opkomen dagen, zodat ze de schijn. They will not be at every meal. Ze zullen er niet zijn bij elke maaltijd. They will run off.
Ze zullen weglopen. If you cannot find them at the dinner table, als je ze niet vindt bij de eettafel. Friend, they don't need to be your friend. Vriend, dan hoeven ze jouw vriend niet te zijn. I want to be at the table with people that are at the table every time we're serving dinner. Ik zal bij de eettafel zijn bij de mensen die daar eten. Hallelujah, hallelujah. Their conversation is not about them and what they have done. En hun gesprekken gaan niet over hen en over datgene wat ze hebben gedaan. Well, I have done this and I am the Secretary of Treasury. No. It's about him and what he has done. Nee, het gaat om hem en wat hij heeft gedaan. There you go, you've got a friend. Dan weet je dat je een vriend hebt. There you go, you've got a friend. Dan weet je dat je een vriend hebt. I love the fact that Jesus only reveals it to John. Really, there was none of the other disciples that didn't have a clue. Ja, de andere discipelen hadden geen flauw idee wat er gaan. They just thought they were doing, he was just doing the business. Zij dachten alleen maar, hij maar bezig. Hij was de rekening aan het betalen. But Judas knew Jesus. Maar Judas kende Jezus. He knew where he would be. Hij wist waar hij zou zijn. He knew he would be in the Garden of Gethsemane. Hij wist dat hij. He knew he would be praying. Hij wist dat hij. How did Judas know Jesus so well? Hoe wist Judas Jezus zo goed te kennen? Because he had been with him so long. Omdat hij zo lang bij hem is geweest. He had prayed. He had been in that garden. Hij is in dat hof geweest. He had wept with Jesus. Hij is geweest. He had been a part of it. Hij is deel uit geweest. And they gathered the officials and soldiers together, Judas did. En Judas vergaderde al de officiële en de soldaten. They lit their lanterns, Brother Helio. En ze lichten hun lampen aan. They made their way to the garden where that is to this day still there. En ze maakten zich wel op weg naar de hof waar die vandaag de dag nog staat. Thousands of years old, olive trees still stand there today. Duizenden jaren later staan er nog steeds olijfbomen in haar. And Jesus sees them through the trees. En Jezus ziet hen door de bomen heen. And we read it, he tells his disciples, the betrayer is coming. En hij vertelt zijn discipelen, we hebben het gelezen, dat de verrader komt. And his rays of light from the flames of the guards. En de stralen van licht komen langs. Shine across and beam across the face of Christ. En schijnen dwars door het gezicht van Christus. The disciples know the streaks of blood that are on his brow. Merken de discipelen de druppels bloed. The Bible says that prayed and his sweat had turned to as a great drops of blood. En als wij lezen dat Jezus had gebeden en zijn zweet veranderde als zware druppels bloed. It was during his weakest moment. Het was tijdens zijn zwakste moment. During the time when he really needed the friend. Het was die tijd waar hij juist een vriend had. During the time when he really needed somebody that would stick there and be there with him through the thick and the thin. Het was de tijd waar hij iemand nodig had die bij hem zou blijven tussen de goede en slechte tijden. It is now that he sees Judas and Judas sees him. En nu ziet hij Judas en Judas ziet hem ook. And Judas says, greetings, Rabbi. En Judas zegt, groet, Rabbi. As if nothing was wrong. Alsof er niets aan de hand is. There's nothing wrong, everything's alright. Er is niets aan de hand. I don't know how to pretend right up to the end. Ik zou waarschijnlijk met het spel mee zijn doorgegaan tot het einde. Some of you think you're going to fake it until you make it. Friend, you can't fake it. En sommigen van jullie denken dat jullie de schijn kunnen ophouden tot het einde, maar dat gaat niet. You won't make it faking it. Je zult het niet halen. You've got to become genuine in love with Jesus Christ. Je moet oprecht en lief zijn met Jesus Christus. You must fall in love with the Lamb of God. Je moet verliefd worden met het Lam van God. Greetings, Rabbi. Nog groet, Rabbi. And he kisses him under satanic influence. Hij kuste hem onder satanische invloed. Bound by bitterness, hate, greed. Gebonden door bitterheid, haat. Kisses Jesus and there's betrayal. Kuste hij Jezus en het verraad. Friend. En vriend, I'm really not surprised. Ik ben eigenlijk niet zo verrast. That Judas betrayed Jesus. Dat Judas Jezus had verraden. For 31 years I've been in ministry, 10 of them full time. En voor 31 jaar zit ik al in de bediening. I know what it's like for people to say, I'll never leave the church and you don't see them anymore. Ik weet hoe het is dat mensen zeggen, ik zal de gemeente nooit verlaten, dan op een dag zie je ze nooit meer. I know it's like to people full of pride. And I've dealt with that. I understand that Judas part of this scenario. He's human. Ik begrijp de Judas gedeelte in dit verhaal, want hij is mens. People are going to lie about you. Mensen zullen liegen over je. People are going to betray you. Mensen zullen je verraden. People are going to lie. Mensen zullen people are going to be dishonest. Ze zullen oneerlijk zijn. And they're going to cheat on you. They're going to say, I'll never leave you. They're stabbing your back. They're going to talk bad about you around your behind your back. Get used to that. That's life. Ze zullen je bedriegen. Ze zullen achter je rug op praten. Maar wees er maar gewend aan. But what shocks
me, maar wat mij juist choqueert, is the response of the one who I am to be like. Is de reactie van degene van wie ik op wil lijken. Jesus. Jezus. He at that moment. Op dat moment. He said. Zei hij. Friend. Vriend. Hey friend. Hey vriend. You know, if it was me. Als ik het zou zijn geweest. I'd have been like, hey Xander. Zou ik zeggen, hey Xander. I don't know how to unfriend somebody, but get Judas off the unfriend list. Ik weet niet hoe je iemand uit je vriendschaplijst moet halen, maar hou Judas eruit. That's okay, I don't know who's, let's see, is that dude following me on Twitter? Unfollow, and you know what, I'm not going to be following is him. Is hij op Twitter, volgt hij mij, dan doe ik ook eruit. He's not getting invited to my birthday party no more. Ja, hij komt niet meer bij mijn verjaardag. What did he gave me that face for my 33rd birthday, you know what? Dat feit is nou verhaast, en ik had het wel ook gegeven voor je. Come on somebody, that's what you would have done. That's what I would have done. That's what we all would have done. Because that's what we do when we're betrayed by somebody that we trusted. Want dat is wat we doen wanneer iemand ons verlaat van juist de persoon die wij trusten. Somebody that should have loved us when we were at our lowest point. Iemand die juist van ons had moeten liefhebben. We were just learning how to walk and they betrayed us. We waren juist aan het leren om hoe te lopen. My friend, you're my foe. Jij bent niet mijn vriend, maar mijn vijand. Yeah. But all the grace of God. Maar de genade van God. That while we were yet sinners. Dat toen wij nog zondaren waren. He died for us. Stierf hij voor ons. Despite of who I was. Ongeacht wie ik was. He loved me. Hield hij van mij. And no matter what I have done on my side of this friendship. En het maakt niet uit wat ik heb gedaan. No matter how many times I betray him. Hoe vaak ik hem heb. No, how many times I said, Lord, I'll never leave you. Hoe vaak ik heb gezegd, oh Heer, ik zal u nooit verlaten. And then I leave him. En dan verlaat ik hem. No matter how many times I say, I promise I'll do better. Hoe vaak ik heb gezegd, ik beloof het zal beter. I'm going to tell you what. The friend request of heaven. De vriendschapsverzoek van de hemel. Is still there every time I come and log in to the kingdom of God. Because you got a good friend. Come on, every
mooi woord. In Greek it is paradagos. In Grieks heet het paradagos. It's transmutation of a phase of orbit. En transmutatie van een fase van een middelpunt. What they are saying is, let me explain it like this. Ik zal het even uitleggen. There is no paradagos in him. God was in hem. No, there is none in him. No variableness. Er is geen variabel in okay, hem. So what he's meaning? Wat hij dus betekent? He means that if you, it's like this. If I'm sitting in my car. Als voorbeeld, als ik in mijn auto zit. And I am riding down the road. En ik rijd de weg af. And I am looking straight at the speedometer. En ik kijk recht naar de meter. It says. De kilometer. It depends if Sister Tuttle is with me or not, what it says. En het hangt af van wat die meter zegt als Sister Tuttle erbij is. Sister Tuttle is with me, it says 100. Als Sister Tuttle naast me zit, dan zegt het 100 kilometer. If I'm by myself, it might say a little bit more. En als ik alleen zit, dan zegt het misschien iets meer dan 100. But if Sister Tuttle is sitting here. Maar als Sister Tuttle naast me zit. And she looks from this angle. En zij kijkt uit van deze hoek. That speedometer does not look like it says 100. It says like 105. Dan zegt die meter niet 100 kilometer, maar dan lijkt het alsof die 105. That's a different angle of the speedometer. Het is de andere hoek waarop je naar die meter kijkt. But if you look at it from the right, maar als je van rechts kijkt, it would look like I was going 95. Dan lijkt het wel zo'n 95 kilometer. But the truth is, I'm going 100. Maar de waarheid is dat ik 100. It's as if you have northern and southern hemispheres. You're looking at the moon from Holland. Als je vanuit Nederland naar de maan kijkt, it will look different than if you look at the moon from Australia, because then you are southern hemisphere. Dan ziet het er anders uit wanneer je vanuit Australië naar de maan kijkt, want het is het verschil tussen de noordelijke en het zuidelijke. It depends on your location, the perspective of the object at which you are beholding. En het hangt af de dingen waarop je bekijkt, op de hoek en het perspectief. This is paradox. This is what the word variable means. But with God, there is no variableness. En dat is dus wat de woord variabel betekent. Maar met God is dat niet. It doesn't matter if you're in the middle of divorce. Maakt niet uit of je te midden in een scheiding zit. He looks the same as he did when you're at the altar call on Sunday morning. Nu praat hij over ommekeer. Schaduw van ommekeer. You are the sun. Jij bent de zon.
And unlike some of you believe, en zoals sommigen van jullie geloven, the sun does not revolve around the earth. Draait de zon niet om de aarde. You say, well, I don't believe the sun revolves around the earth. Ik geloof niet dat de zon om de aarde draait. Well, then stop acting like Jesus revolves around you and start letting you revolve around the sun of Jesus Christ. Just going to revolve around the earth. Jezus draait maar om. But we just proved that is a lie a long time ago. Maar dat is een leugen. Dat hebben we al bewezen. Come on, somebody. I am Christ and you revolve around me. Ik ben Christus en jij draait om. Halleluja. Well, what happens is the sun is stationary. Dat de zon stilstaat. And the earth is revolving. En de aarde die draait. So now. Dus nu. As the earth revolves around the sun. Terwijl de aarde om de zon heen draait. There is a turning that takes place. Vindt er een ommekeer plaats. What happens when the earth is turning is darkness. Wat er gebeurt wanneer de aarde draait, dan is er duisternis. When you are not in the direction of the sun. Als je niet in de richting de zon gaat. You are in the dark. And if you don't have sun, you don't have photosynthesis, you're going to die. Als je geen zon hebt, heb je geen photosynthesis, dan ga je sterven. You can't make it without the sun. Zonder de zon redt je het niet. But in God, maar in God, there is no variableness and there is no shadow of turning. Is er geen schaduw van ommekeer. So this is how it works. Zo werkt het dus. When you turn, wanneer jij omdraait, go somewhere. Ga ergens naartoe. Ga rechts. The light is always going to be there. De licht is altijd. I'm never going to leave you and I'm never going to forsake you. You can't get around me. You can't get around my light. Je kan niet om mijn liefde. You can't get around my love. Je kan niet om mijn liefde. I'm going to be faithful. Ik zal vertrouwen blijven. I'm going to call you friend. Ik zal jou vriend. When I should have called you foe. Toen ik je vijand had moeten noemen. Because in me. Ik weet alleen hoe goedheid op je moet zijn. I want to know how to be loved. Ik wil weten hoe geliefd ik ben. God is love. God is liefde. If love is what God is. Als liefde is wat God is. He cannot be anything else but love. Want hij is anders dan liefde zijn. God is good. God is goed. Because God is love. Omdat God is liefde. God is holy. God is heilig. Because God is love. Omdat God is liefde. Can you tell somebody he's a friend, Maxwell? He's a friend. Hij is een. And he's calling people. En hij roept mensen. That say, you know what? Zeg, weet je wat? See, I'm praying today. Ik bid vandaag. And I feel the Holy God wants us to raise our hands. Ik wil dat we even onze handen. All over this house. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Hallelujah! It is not the offender that becomes a prison of unforgiveness. Het is niet de gekwetste die een gevangen wordt van onvergiffenis. It is the offended, other way around. Maar het is de gekwetste. Amen. You become a prisoner of your unforgiveness. Je wordt een gevangene van jouw onvergiffenis. Too often we spend our time wondering what God sees. En te vaak besteden we te veel tijd aan wat God ziet. And we failed God and we've disappointed him and we've lived below his commandments and we falen hem en zijn teleur en we leven onder zijn regels en er is geen manier. What do you think God thinks about me right now? Wat denk je wat God van mij denkt op dit moment? We try to use our human logic to think the way that God thinks. En we proberen met onze menselijke redenering achter te halen wat God denkt. I've done so much wrong. Ik heb
zoveel verkeerd gedaan. I used to read my Bible, I stopped reading my Bible. Ik las vroeg mijn Bijbel, maar ik heb niet gestopt. En ik bad vroeger. I used to pray, I used to be faithful to Wednesday nights and Saturdays. I said, I made a commitment at the beginning of the year. I was going to come to every Wednesday night service. I made it two times and I failed. En twee keer gehaald, maar het is nu gefaald. And from the perspective of God, we try to be like God. But friends, you cannot be and understand God. But even when you have sinned against the grace of Almighty God, even when you have sinned against His grace, you've been an awful friend. Has not changed His grace towards you today. He is still the same. He is still the same. Rest of friend, I want you to be assured today. Ik wil dat u verzekerd bent. He's a friend. Dat hij een vriend is. And the friend request. En het vriendschapsverzoek is still there. Is er nog steeds. You unfriended him a while back, but he said, I still want to be your friend. Een tijdje geleden had hij I still want my grace to be poured out upon you. Hij wil nog steeds jouw vriend zijn. Hij wil nog steeds zijn genade over je. I want to love you. Ik wil je liefhebben. No matter how much regret. Maakt niet uit hoeveel spijt. If you can forgive. Als jij kan vergeven. Yourself today. Jouzelf vandaag. If you could just see through the eyes of God. Als jij gewoon door de ogen van God kan kijken. I pray today that you would have the grace to be able to forgive yourself. Dan bid ik vandaag dat jij de genade hebt om jezelf te kunnen vergeven. The truth is, people that are so unforgiving really are struggling with forgiving themselves. En de waarheid is, de mensen die zo onvergeven zijn, hebben echt moeite met hunzelf vergeven. And come on, somebody, you know what's wrong with everybody around you. The problem is you. En je weet precies wat er mis is met iedereen, maar het probleem ligt bij jou. I know exactly what's wrong with my wife. You know what? I need to work on Matthew Tully. Ik weet precies wat er mis is met mijn vrouw, maar weet je wat? Ik moet werken aan Matthew Tully. The reason my life is because I got this kid. No, the reason you got this life is because you got to mess yourself. De reden waarom je zo'n leven hebt is door dit kind, maar nee, de reden waarom je dit leven is om jezelf. And you know what? As hard as you try, you can't change them. En zo hard, hoe hard je ook probeert, je kunt hen niet veranderen. You can only change you. Je kan alleen jezelf veranderen. Hallelujah. And that begins by forgiving you. En dat begint bij het vergeven van jezelf. Oh, you've forgiven everybody else. Je hebt iedereen al vergeven. But I wonder if someone would look up at the Son, which is Jesus Christ. Maar ik vraag me af of iemand wil opkijken naar de Zoon, welke Jezus Christus is, en zegt. I realize now. Ik besef nu. That even when I turn. Zelfs als ik omdraai. You always had a light for me to get back. Had u altijd een licht waar ik naartoe kon keren. Always had a way for me to come home. U had altijd weer een weg voor mij om terug te gaan. Wonder if there's somebody today that would like to strengthen your friendship with Jesus Christ. Vraag me af of er iemand hier is die vandaag zijn vriendschap met Jezus wil versterken. Wonder if I've got someone here today that's got a friend with you. Iemand die hier vandaag een vriend bij zich heeft. I want you to take the hand of your friend. Neem de hand van je vriend. And I want you to come to the front today as friends. En kom naar voren als vrienden vandaag. I want you to bring them to the altar. A true friend will bring you to the front. Een ware vriend zal je naar het altaar brengen. Hallelujah, hallelujah. Come on, if they're your girlfriend, they'll be bringing you to the altar. A boyfriend, they bring you to the altar. Hallelujah. Come on, don't be dating somebody that don't come to church. If they don't love Jesus, they're not going to love you. What you think? They're not going to